Het platform van importeurs vindt dat er vanuit de regering meer gecommuniceerd moet worden naar de samenleving over de totstandkoming van de winkelprijzen. Vaak worden zij aangemerkt als degene die de prijzen steeds verhogen, terwijl er veel meer factoren zijn die de consumentenprijzen beïnvloeden. We spraken in dit kader Steven Chinnaji en Hans Hiralal, vertegenwoordigers van het platform van importeurs. Zij zijn respectievelijk ook de directeuren van de importbedrijven Cupke Trading en Subisco International. Het zijn steeds de fluctuerende wisselkoers en de hoge wereldmarktprijzen die ervoor zorgen dat prijzen in de winkel steeds stijgen, zegt Chinnaji. U moet zich voorstellen, we hebben heel lang, relatief wat wij noemen lang, een periode gehad dat de koers op ongeveer 20 was voor de US dollar. En dat is vandaag aan de dag boven de 25. U moet zich voorstellen, het lijkt dicht bij elkaar, maar we praten over meer dan 25% aan stijging. En dan heeft het natuurlijk niet alleen het effect op de dollars die wij kopen om onze leverancier te betalen, maar het heeft ook effect op de invoerrechten die we betalen, ook op andere goederen, niet op basisgoederen, maar op andere goederen. Het heeft effect op de vrachtkosten die wij betalen. Dus het is niet alleen maar een rekensommetje van het komt bij van wat wij in het buitenland betalen, daar komt er even 25% bij. Het heeft een exponentieel effect, waardoor prijzen veel hoger uitkomen hier in de winkel. Ja, want je zou wel echt kunnen denken van, als mensen houden van vergelijken, en vaak krijg je ook spullen van familie uit Nederland, dan zie je de prijs van hetzelfde product hier in Suriname. En als je het omrekent, is het drie, vier, vijf maal duurder. Niet 3, 4, 5, maar als wij onze berekening maken, mag ik best wel concluderen dat we zeker factor 2 duurder zijn. En dat komt ook, net wat ik zei, van de hoge vrachtkosten die we de afgelopen tijd erbij hebben gehad. En wij als land kopen ook, we zijn een klein land, we zijn een kleine inkoopspeler op de wereld. Dus wij kopen natuurlijk ook veel marginaler in dan de grote Albert Heijn's en grote organisaties die u in het buitenland natuurlijk ziet. Dus dat speelt natuurlijk ook mee. Het platform van importeurs heeft ook gekeken naar de mogelijkheid om uit de regio levensmiddelen te importeren om zodoende de prijzen te verlagen. Echter zijn er nog grotere uitdagingen, zegt Hiralal. Ten eerste zijn er geen directe scheepvaartroutes vanuit de regio naar Suriname en ook hebben Surinamers liever producten die ze kennen uit Europa en de VS. En natuurlijk heb je dus met die nieuwe regio's een situatie dat de scheepsvaartverbindingen nog niet zo goed zijn ontwikkeld. Dat betekent dat je veel langer moet wachten en waarschijnlijk een hogere prijs moet gaan betalen voor de tarieven. En dat komt terug in je kostprijs. De Suriname is van nature geënt op die twee mogelijkheden, Amerika en Europa. En de lijnen zijn vrij efficiënt en kort. Dus vandaar dat er een voorkeur is. En natuurlijk, de consument heeft een bepaalde factor. Want als je met allerlei producten komt die onbekend is of in een onbekende taal, dan krijg je problemen met het standaardenbureau die zegt, ho, Spaans, dat willen we hier niet. Dus er is meer voeten in de aarde voordat je zoiets kan ontwikkelen. Maar het kan, maar dan moeten de lijnen ontwikkeld zijn, want de scheepsvaartkosten hebben de grootste impact op de kostprijs. Ja, vanwege de pandemie waren ze toch wel gestegen. Gebrek aan containers had ik ergens gelezen. En ook de stijging van de brandstofprijzen. Is dat teruggegaan of is dat genormaliseerd? Voornamelijk uit Azië speelde dat natuurlijk met de afstand richting Suriname, Zuid-Amerika. Het is op een gegeven moment inderdaad genormaliseerd, of laat maar zeggen gestabiliseerd en een stuk teruggelopen. Maar het komt nooit meer op dat oude niveau. In het kader van het beteugelen van de prijzen zijn er ook gesprekken gevoerd met het ministerie van Economische Zaken. President Santokki had de afgelopen week in de Nationale Assemblée aangegeven dat de importinflatie is toegenomen door de verhoging van wereldmarktprijzen, waar op nationaal niveau geen invloed op kan worden uitgeoefend. Er zou dialoog gevoerd worden met de verschillende groepen. Zo zal er een overlegplatform komen van importeurs en winkeliers. Hierbij zal worden nagegaan hoe de prijzen tot stand komen. Er moet goed beleid worden ontwikkeld, benadrukte de president.
Het ligt in de bedoeling dat prijzen zo laag mogelijk moeten zijn voor de consumenten. Het volledige interview kunt u volgen op onze Facebookpagina.